Vivo Gestel, we staan hier in Den Haag. Er is net bekendgemaakt dat jij samen met Jantine van der Vlist in Amsterdam zal spelen tijdens WK Beachvolleybal. Ja, wat is je eerste reactie? Ja, echt superleuk. We hadden Amsterdam al hoog op ons lijstje staan dat we daar wilden spelen. En uiteindelijk staan we daar. Jantine die heeft daar een aantal jaar gewoond. Dat was ook helemaal super. Dus we zijn er heel blij mee. Ja, het duurt nu nog iets meer dan 100 dagen tot het toernooi. Ja, hoe gaat de voorbereiding tot nu toe? Goed, we zijn net terug van de maand stage in Florida. Waar we 4,5 hebben getraind. En dinsdag gaan we voor 12 dagen weer op stage. We gaan naar de Canarische eilanden. Dus drukke voorbereiding. Dus gaat helemaal goed. Ja, en jij bent weer helemaal terug in het volleybal. Wat zijn jullie verwachtingen tijdens de WK? Ja, dat is lastig. Want we hebben natuurlijk geen toernooi gespeeld. Dus dat we wel een beetje afwachten. Maar we gaan gewoon beginnen natuurlijk. Ik heb nauwelijks punten. Dus we zitten een beetje laag in het toernooi waarschijnlijk. Dus eerst de prioriteit is de pool doorkomen. En daarna zijn we verder. Maar we willen daar wel een heel mooi resultaat neerzetten. Ja, en hoe is het dan om op de Dam voor het paleis om daar te kunnen spelen? Ja, super gaaf. Echt een hele gave locatie. Alhoewel natuurlijk 4 hele gave locaties zijn. Dus dat is natuurlijk helemaal top aan het toernooi. Maar zeker de Dam is echt gaaf.